Vooral nu weer met deel 2 in onze presentatie over de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers hebben dus, zijn binnengevallen en die maken direct werk ervan om hun gezag te doen gelden. Direct werden al een hele hoop maatregelen afgekondigd. Invoering Duitse klok. We gingen 1 uur en 40 minuten vroeg. Dat begon ze met. Verklaren van toepassing van Duits strafrecht. Dat is al jaren gaat. Dat wordt ja zo'n zedige. Verduistering. Militair bestuur. Civiel bestuur. Vrijlaten Nederlandse krijgsgevangenen. Invoering distributie. Direct. Al van in juni. Oprichting Nederlandse Unie. Dat is een apart verhaal, de Nederlandse Unie. Uiting in het Koningshuis verboden. Oprichting winterhulp. Invoeren van de spartijd. Achter dat ganse zat een gedachte. Dat wordt allemaal van tevoren uitgedacht. Dit is wat Hitler daar zelf over zei. De moesten nu gewoon alles klein beetje bij klein beetje afpakken. En uiteindelijk kennen ze niet meer terug. En dan hebben ze de totale macht. En dat is precies wat gebeurde. Er gebeurden ook kleinere dingen, zoals de namen van de koninklijke familie mocht niet meer gevoerd worden. Dat betekent dat Julianenstraat hier een Nederlandse kerkstraat wordt. Julianenkanaal wordt kanaal van Maastricht naar Maasbracht. Enzovoorts. Ook een van die laatste dingen die gebeurden wordt de stal van de scheepvaartwegen. Uiteraard. De kolen moesten richting Duitsland gevaren worden. Over de kanaal, bruggen die wat kapot worden, wie hier in Heelse, moesten direct opgeruimd worden. Toen het hier in Heelse geen brug meer was en die ook niet hersteld kon worden, direct, kreeg er een veer op de kanaal. Dit veer heeft nog gelegen tot rond 1963, wie die klein brug, zeg veer die wat nu gemaakt is, die wat nu nog is, nog mee is, gelag is geworden. Spartijd, heel streng, mocht ze niet meer naar boete, nog een bepaalde tijd. Alles ging op de bon. Alles eten. Vergeet niet, tot direct, wie de Duitsers al hier doortrokken, op 10 mei, alle winkels leeggekocht worden met waardeloos geld. In Duitsland was op dat moment binnen niks te krijgen en alles ging direct hevens. Oorlogsbuit. Distributie die wordt al voorbereid voor de oorlog door de Nederlandse regering in het geval dat een keer dat nodig zou zijn. Dat wordt dan ingevoerd. Dit is niet, de distributie is dus niet door de Duitsers, die is door de Duitsers wel bevolen, maar door de Nederlandse regering zelf administratief of organisatorisch geregeld. Die wat al aan werkte, waren ook geen Duitsers, dat waren gewoon ambtenaren. Die dat controleerden ook. Dat hebben ze in de oorlog de economische controledienst, dat waren gewoon Nederlandse ambtenaren. Nou goed, de distributiebonnen. De meest gangbare dingen moesten bonnen voor hebben. Wie klein wordt, dacht ik, dat was wel makkelijk. Die kregen bonnen, gingen naar de winkel, dan moesten ze niet te betalen, dan gingen ze een bon. En dan kreeg ze het met. Dat was dus niet het geval. Dan kregen ze een bon voor het recht om het te kopen. Dan moest dat net zo goed betalen. En die priest die vlogen hem weg. Dus voor een hele hoop lui komen eigenlijk een beetje in de kanaal te zitten. Als hij niet genoeg centen heeft, dan kost hij bonnen hebben wat ze wou's. Kost ze nog niks kopen. En die wat centen heeft, kost weer de bonnen van anderen kopen. Zodat die weer centen heeft. Om dingen te kopen, wat ze echt nodig hebben, enzovoorts. Dus dat is de ontstijdende ganse circulatie onder de lucht. En het ruilen van kleier tegen schoen, en van dit tegen dat, en dit tegen dit, en dit tegen dat. Kijk maar zo die priest. Als ze de priest zus, dan zus ze tot dat flinke wachtheid. Bovenaan damesmantel, dat kostte 39 voor de 25 euro.
Gulje, sorry. En in 46, dus dan zit vooral na de bevrijding, kost hij al 40. Distributie heeft tot 1950 geduurd. Hè. Dat is wat ik bedoel. De oorlog heeft veel langer geduurd dan die 5 jaar. En dan moest dan maar in oorlogstijd zitten met een gezin met 8 kinderen. Ja, en dan als ze dan zo'n bijvoorbeeld, dat ze dan stonden de gezeten oproep van dan en dan zijn in die winkel schoon te koop. Dan moesten maar maken tot ze daar komen en vooraan in de rij komen. Want hij is kans tot de laatste 10 man een paar koos te kopen en de rest weer op. Dan was het, hij is weer niks. Dus je kunt je voorstellen dat in de oorlog heel veel hergebruik is. Ja. Het komt surrogaat, voor producten komt surrogaat. Stond in de vaarste varten, leek het niet eens op de originele producten. Dat GB zijn allemaal surrogaatproducten, namaak. Nep. Vlees wordt ze heel nut op. Illegaal slachten, nu heb je allemaal varkens. Mocht je maar 1 varkje hebben, sommigen heb je er stiekem 2. Ze ligt om het trapeerde. Dan wordt ze goed op je neus. Kost wel een knie slachten en gaat in. Trouwens, sowieso gebruikten ze nu totaal niet in verhouding het vlees wat veer nu gebruiken. Verduistering van de Engelse vlegers, dat waren de duivels. Die bombardeerden ons. En dat waren ook zo. Geleden is door de Engelsen gebombardeerd. En dan moesten ze verduisteren. Die mochten zich geen oriëntatiepunten hebben vanuit de log waar ze zich bevongen. Noordeel wordt dat ze ook niet de grens zo gelopen. En hier ook in deze kant bombarderen. Sirenes. De sirene ging naar de schoolkelder. De meesten doken dan in hun eigen kelder, onder het hoes. Ja, en de volgens de Nationaal-Socialisten kost er geen armoede bestaan onder het Nationaal Socialisme. En hij is een winterhulp voor, voor een soort verplichte collecte voor arme gezinnen te ondersteunen. De Luhi wantroede dit. En die lachten er neer en bij, want ze zijn al gauw in de gaten tot het ondersteunen van behoeftige gezinnen de NSB'ers waren. En als ze dan komen collecteren, duwden ze allemaal kruipende in de bus. Ja, surrogaat, zag het al. Koffie, thee, worden in 41 al niet meer te krijgen. We worden afgesloten van de koloniën en de rest van de wereld. En dan kost het niks anders doen dan zelf koffie maken. En wat deden ze dan? Koffie branden op de kachel. En dat koffie was helemaal geen koffie, dat was gewoon gees. En dan kan zich op te indenken wie dat gesmaak heeft. En dan deden ze ook het smaakversterker bij, Buisman. En dat noemden ze dan koffie. Dat is eigenlijk warm water met een vies noosmeekje. Ja, en alles wat van rubber en ijzer en weet ik veel wat, dat is allemaal niks meer te krijgen en dat is allemaal op de bon. En dan kreeg ze tot de lui weer terugvallen op wie ze voor de oorlog, langer voor de oorlog leefde. Vergeet niet. In de jaren 30, eind jaren 20, 30, gingen ze niet allemaal zelf met boter maken en van alles. Dat deden ze van tevoren wel. Dat hij is allemaal op de zolder gezet. Want ze kochten dat ook gewoon in de winkeltjes, wie veer ook. Maar in de oorlog, wie niks meer te krijgen was, toen gingen ze weer alles zelf maken. En dan kregen ze van zijn machientjes die ze zich goed fantaseren voor boter te maken. En dat zie je. Ook koren malen. Klein heinmalen, illegaal meel. Meules, ook hier in Nederlandse, draaiden voor de lui illegaal. Maalden ze. Waar ook een enorm risico is. Als ze het pakten, worden ze de pineut. Stof voorop. Als het stof op, moet je maar hergebruiken. En er wordt dan een reclame gemaakt van: maak ik van een feestrok van alle stof wat ze vinks. Het is namelijk, het is zelfs zoals, de meisjes wouden toch chic zijn, dan zei je geen kousen.
dan tekende zich de noot van de kousen achter op de been. Ik weet van mijn man dat die vertelde dat kinderen die wat er dan op de school zaten, de meisjes zaten allemaal lang zwarte sokken aan, tot die, als ze die kapot hadden en zij geen mogelijkheid om die te repareren, tot ze met zwarte schoens meer de benen zwart maakten op de plaatsen waar die gaten zaten. Ze deden dus toch alle straan om toch hun uiterlijk in stand te houden. De aanzien wordt toch belangrijk. Ze is toch dat nu vindingrijk zijn. Hier is nog zo gaat wat vindingrijk is. Het ongegoed moest ik allemaal zelf maken. Koos ik uit de libel, zal ik het maar noemen. Koos stond dat in, wie dat moest doen. Ik heb ook wel gezag gehad dat de mam me vertelde dat jeugd wordt afgenomen. Een van die dingen wat toen afgenomen wordt, wordt dansen. Engelse muziek mag sowieso al niet. Zwing, dat wordt het ergste wat de Pruisen zich kosten bedenken, Amerikaanse muziek. Terwijl hij zelf in Duitsland van de Vredeoorlog heel populair wordt. En dat mag allemaal niet meer. En de NSB die gaat zich ook steeds meer profileren en die gaat een eigen landwacht oprichten. Een soort beschermingsorganisatie van de NSB'ers. Want die NSB'ers die worden, als die stoeten naar ze gaat, de gewoon die geweren van alles in en die scholen op hen. En hij is een soort bescherming. Ook voor indruk te maken, dat wordt de landwacht. Die landwacht die gaat nog weer, doordat die landwachters gewoon gebruiken om op te leiden tot politie. En het politieapparaat in de oorlog is ook nog zeer dubieus. Want dat is in stand gebleven, maar die hebben wel degelijk met de Duitsers metgewerkt. En er zijn natuurlijk politie's geweest die zoveel mogelijk hebben tegengewerkt, maar er zijn ook veel politie's geweest die metgewerkt hebben. De Joden zijn opgepakt, deels door de Nederlandse politie. En dat oppakken, dat wordt natuurlijk ook niet niks. Dit is een foto uit Polen. Ja, zo moet je dat toch voorstellen. En dat oppakken, je maar één doel, de vernietiging. Hè. Dan voor en al wordt verdwenen nu. Ondertussen vult hij rommel in Noord-Afrika binnen. En hij wint. En dan, in een hele grote shock, dan vallen de Pruisen Rusland binnen. Iedereen hoopte dat de Pruisen tot de Duitsers voor de winter verslagen zouden worden. Maar in eerste instantie worden er helemaal geen sprake van. Die Pruisen die worden aan het winnen. Dat verlees ik op later pas. En in 1941, dat vult nog aan. Pearl Harbor. En je moet je in denken wat ik nu allemaal de bier vertel, dat kregen ze voor en ook met. Dus dat die lui die voelen die spanning in de ganse wereld ook aan. Want dat is, wij gaan het winnen. Gewoon de Pruisen winnen. Duitsland wint over alle fronten. Die worden, dat laten ze ook merken, die worden heel bombastisch daarin natuurlijk. En dan worden heel veel lui hier. Duitsland zag dat ons hulp aan de eindoverwinning zullen we rijkelijk belonen als de oorlog afgelopen wordt. Vergeet dat niet. Tot heel veel lui dachten, als de Pruis wint en ik doe met, werd ik rijkelijk beloond. Dus er worden heel veel lui die zich aangetrokken voelden voor aan die eindoverwinning te gaan meehelpen. Die gingen ook bij de Waffen-SS. Op de NSB. In de log speelde zich ook een oorlog af, de luchtoorlog. Tussen de Amerikaanse en Britse luchtvloten, hier ging het er enorm veel over. Dat had natuurlijk te maken met de ligging ten opzichte van het Roergebied. Van bommenwerpers, dekken worden de ganse nacht vol met vliegtuigen. En die worden beschoten en die worden vanaf de Steinberg en overal met luchtafweer beschoten en met vliegtuigen aangevallen. En dan is ze luchtalarm gehad en dan ging ze de kelder in en zaten ze in de kelder af te wachten wat ging gebeuren. Af en toe viel ook zo'n vliegtuig af. Op een dorp, op een hoes.
Zoals je ziet bij Café Juliana, is toen een vliegtuig, een Engels vliegtuig, midden op het kruispunt van Weegto, de groen ingeboord. De koffie is toen uitgebrand. De tegenover het huis van Kriske, van Bekkers, dat zit je daar, dat is ja, gans kapot te gevel. Zo moest ik dat voorstellen tot zo'n vliegtuig ten afkomt. Ondertussen gewoon de verbooien door, steeds meer verbooien, processen mogen nemen, ja. 42 worden de laatste processen. En dat is wat Hitler bedoelde met van stapje, pak voor alles af. Dus de vuil zal aankomen tot de lui steeds minder vertier rijden. Boete eraas. 42, laatste wielerronde. Hier zit hier een zeldzame foto. Die foto is gans vooral. Die kun je via een Engelse soldaat een Duitse fotostel gekloot hij. En uiteindelijk zie je een zoon van het Engeland Oost die foto's ziek. Omdat zijn pap achterop de foto's hij laat afdrukken en uitsloegen zat hij. En die zin er dan ook. Hier in de Schwalstraat, dus is het huis van Bekkers nog in de Steigerstoon. Van ter stal van het vliegtuig wat afgevallen is. En dus is dat de renners om neer komen richting Rote Straat. En tegen Gordbeeld. Verenigingen moesten zich melden bij de cultuurkamer. Eigenlijk wordt dat een soort van, ik geef mijn geuver aan u. Dat wou ze natuurlijk niet. En een jelle hoop deed dat niet. En de verenigingen stopten daarmee. Dus de mogelijkheid om de lui voorbij te komen, wordt weer een stapje minder. En wat kon ze dan gaan doen? Dan ging ze met het spelkens doen. Films worden alleen maar Duitse films. Cafébezoek worden ook niks te krijgen in cafés. Als ze open worden, ja, worden ze gewoon goed gedronken. Ja, dan kon ze alleen maar met kaarten en spelkens doen en bijen. Rozenkrans. Kilometers rozenkrans bijen. Holen we allemaal niet veel. En de meisjes, ja, die moesten toch, zoals meisjes gevraagd wordt, nuttig zijn. Die moesten breien en wol spinnen. Mijn man vertelde dat ze gewoon van de roe wol van de shop, God weet hoeveel garen gesponnen heeft. Dan worden de wol worden gewassen en dan kosten ze dan gaan verbreien, want er wordt geen textiel of niks te krijgen. Ja, hij zag het al van de rozenkrans, maar ook in de kerken. Daar in de nood leert men bidden. Kerken worden immer vol. En dan is er nog hier worden het grootste deel van de lui afhankelijk van de koelui. Vergeet niet, het dorp leefde van de koel. 80% van Eelse wordt op een of andere manier in de koel verbonden. En dat worden niet alleen de koelui, maar ook de winkels. De koelui worden degene die de spullen kochten in de winkels. Dus de ganse dorpseconomie dreef op de koel. En die koelui die hadden het lastig, want die moesten immer meer en immer harder werken. Probeerden dat natuurlijk te vertragen, maar ja, die worden ook niet gans gek. En dan kregen ze de zondagsdienst nog, moeten ze extra gaan werken op zondag. En dat werd geweigerd, dat heeft er veel, zelfs het leven gekost. Ze zijn toen moeten gewoon onderduiken, ze zijn er opgepakt geworden, ze zijn nog niet meer teruggekomen. En dan wordt ontslagen. Hij is geen inkomen meer. Of in de Duitse mine te gaan werken. Wordt op transport gesteld. Of ze moest gewoon onderduiken. Eigenlijk wordt dat ook, ja, gaat dat onderduiken, want de belast is angerlui voor dich op te komen. Want die is geen bonnen. Die moest ook eten. Dan moesten die dan maar verzorgen. Meestal wordt een familie of een andere relatie, maar dan toch. Zou het zo honger. Er wist ook niet meer dat het zou opgegeven werden. Stel die voor de Pruisen wonnen. Zou het ze voor 10 jaar nog honger gedoken. Dus dat zijn ook allemaal spanningen geweest. Grondstoffen worden schaars. Moest alles inleveren. Koper, nummer op, ijzer, goud. Ook de klokken.
In mei is ook nog de klok voor de kerk, die kun je moet niet. Dus de klok van mij is, de bronzen klok, die wordt afgevuurd. En de, die van mij is wel toch een klok hebben. En die heeft de Voix, hij heeft toen op, de, op het SBB een klok gedraaid van stoel. Klonk nergens, en dan zei je wel een klok. En die klok, dat is deze klok die wat nu nog voor de kerk van mij staat. Ze zei, per dag, ze, we hebben het over hygiëne en kleierwasje en alles. Ze zei, er zit gewoon niks in, dat wordt van klei. Zo is goed wie koffie, geen koffie, we worden zeep ook geen zeep. Gaan de was maar doen. Ze is een fietsijs. Moest ook raaier hebben, ja. Ze zijn rubber met ijs. Hier, hier fietsen ze nog veel. De koel, die klauw de rubberslangen op de koel. Maar ze wielen van, of bijn van. Hè. Maar ja, ze hadden thuis, er worden van alles van. Hè. Er wordt er die houten bijn maken. Wat dacht ze van toebak? En de baas wordt nog langs de Samoa geteeld en daar wordt gesmokkeld. Die zijn families langs de Maas, die hebben de ganse oorlog enorme hoeveelheden toebak gesmokkeld. Fleur de matras noemden ze dat. Of de eigen teelt, zelfde blaaier dragen en dan malen. En dan, dan weer af, wachten welk maar los tot roet komt. Het roken, dat wordt toch. Ja, dat moest gebeuren. Ja, en als ik een marke is, dat koos in de Nationaal Socialistische Beleving niet, dan moest hij zich aanmelden, of koos hij zich aanmelden, bij de arbeidsdienst. Was een soort, was een gezin een soort werkende soldaat, die dan in Duitsland ging werken. En we zitten in 43, hè? Dus we moeten nog een stuk. 43 beginnen ze ook de Joden af te voeren. Ja, ze hebben ze de Joden allemaal verboden en dat ze de staart moeten dragen. Maar pas in 43 werden ze afgevoerd. Hier in Heel zijn heiverken Joden. In Berg wordt één dag één Joods gezin. Warm het niet, steen niet. Beekwaal. Ze zijn ook afgevoerd. Beek heb je ook Joden die wat vanuit Duitsland vlak voor de oorlog gevlucht worden, naar Beek, die dan opgepakt werden. Er zijn nog een stuk of 15 Joden, eigenlijk die Joden van Beek, die hier in Meijzen en Nederlandse ondergedoken hebben gezeten. En daar lag meestal een relatie met de Deensmeertjes die ze uit deze dorpen hadden, die hun dan toen ze tegen onderduiken. Wat betekent dat onderduiken? Loog er allemaal ze in zoiets. Gaan we ze een jaar in de kelder zitten. Met kans voor ontdekking. Radio is afgelopen. Mocht je dat Engels en dat anders gaan luisteren. Want toen wisten we wie de werkelijkheid zat. Alles inleveren. Kreeg ze een fijne bon. Ik heb hem ingeleverd. Later is er nog een hoop zeker geweest. Met name in steen. Toen worden radio's verdwenen. Anderen meenden tot ze wisten hoe die gebleven waren, dus auto's achterin. Dan hebben ze de zwartengel aan de smokkel. Die wordt een apart uitgereden door de geldruil. Dus alles wat 500.000 euro of gulden wordt, wordt waardeloos verklaard of ongeldig. Mocht ze met 2000 gulden hebben. Dus met oud geld mocht ze met 2000 gulden nu geld inruilen. Ja, dat wat, ja, je moest dat gewoon verkloren. Ja, dat kost natuurlijk niet. Dus ik weet van vooral van smokkelaars tot gigantische bedragen in gulden zijn verbrand in de tuin. Alles Auschwitz, hè. Moest overal papier voor hebben. Als er geen papieren wordt, zit het binnenuit. Het is ook hier in Eels op het gemeentehuis Sjaak Oortekerke geweest. Eigenlijk, na de oorlog miskend daarin, die wat honderden valse persoonsbewijzen heeft gemaakt voor de lui die wat ondergedoken zat op de vlucht waren enzovoorts. En als op de koel zat, moest ze natuurlijk ook op nachtzicht kennen. En hij ze weer een paard papier en een Auschwitz tot ze gerechtig was, tot ze op de koel werkte.
en tot ze op de straat kon zitten. Van de Duitsers zelf zorgen de lui niet veel. Moest ik zo een beetje voorstellen, af en toe in Pruis. Alleen met razzia's zijn al geweest. Tot ze de straat afsloten en dan hoe ze gingen doorzeuken. Dan zorgen ze Pruisen, met het algemeen zorgen die helemaal geen Pruisen. En hij is verzet. Uiteindelijk komt nooit 42 toch langzaam een verzet op gang. Hier in Nederland zat ook het verzet. Die zat op het gemeentehuis, waren eigenlijk allemaal in dienst van de gemeente. Die zaten de burgemeester onder druk, burgemeester Pisters, die durfde geen kindjoet met hun. En hier deze foto's zijn op het allerlaatste gemaakt natuurlijk, want het was natuurlijk gek als ze foto's ging maken tot ze bij het verzet zat. Als die ene kreeg, dan was ze al veroordeeld. Ja, dat is het verhulken van de burgemeester Pissers. Ja, en dan uitpelen van radio's. Hè. Wij staan in verbinding met Engeland. Opletten op burgers. Razzia's. Oppakken van de manslui. En naar Duitsland aanvoeren voor de werkverschaffing. Dan moest ook goed kijken voor verrooiers onderling. En dat wordt ook, kijk, daar moest ik ook in denken, als die een pap in het verzet zat en dat wordt opgepakt en die familieleden heb je daar weet van of aan metgewerkt zelfs, dan worden die ook te pineut. Dus die worden ook constant bang tot een opgepakt wordt. Of als ik met een onderduiker zat, dan wordt ze ook niet blij als ze op een gegeven moment de kezel werden kraken s'nachts. Of whatever wat. Dan wordt altijd spanning. Ja, en als ze opgepakt wordt, dan kost het vergeten. Vooral kennen we ondertussen wel van de kampen. Dan zijn er heel veel niet meer teruggekomen en die terugkomen. Die zijn geknakt teruggekomen. Want er wordt heel veel manslui opgepakt. En waarom? Als tegen in Duitsland, ja, die soldaten die worden aan het front uitgedund, dan moesten steeds meer Duitse soldaten ingezet worden, opgeroepen worden, en dat viel weer open in de industrie. En dan moesten ze aangevuld worden. En zo doen ze, en dan moesten ze bijna hier werken, tot ze dan verzekerd worden. Die worden gewoon opgepakt. Die zijn nu die uit de koel komen van een Tsjech opgepakt aan het Duitsland. Moesten daar in de koel gaan werken. Die zijn nu gewoon van de straat afgepakt. Wie Thee Hansen die met de groentekar en steen waar. Dat wordt gewoon opgepakt. Sjaafke Jansen, dat was een beroepswielrenner. Die gaat in de koel werken. Want hoewel ze ook koelen hebben opgepakt, wordt toch wel hij toch wel gaat verzekeren voor de koel, want de koel wordt beschouwd als tot ze voor de Duitsers werkten. Dus ze hoorden ze niet naar Duitsland dan te gaan om nog eens voor de Duitsers te werken. Er was al in de Duitse industrie, want ze beschouwden de mine als essentieel voor de Duitse industrie. En Sjaafke zag van ja, later, ik heb hem zelf nog geïnterviewd. Hij had dat verteld, van ging dan ongerinnen, dan liep er niet de kans voor opgepakt te werven naar Duitsland te gaan. Maar daar had er wel het grote afzien en doorzetten geleerd. En na de oorlog dacht er, ik ga zo halfwitsen dat ik nooit meer naar de koel hoef. En wat is de Maurits dan? De Maurits is hier. Deze lezing gaat niet over de Maurits, maar de Maurits voor alles zie je. Dat wordt nu dik vergeten. Sommigen weten niet eens dat we een mijnindustrie gehad hebben. De Maurits voor gewoon alles. Voor de grote werkgever, alles hing aan van de Maurits. Die Maurits waren natuurlijk belangrijk over de Duitsers, zeker ook de chemische industrie, wat zei je op het SBB. De grondstof voor kunstmest is ook de grondstof voor explosieven. Maurits is ook dan gebombardeerd geworden. Het is altijd uitgelachen als een vergissing dat men de Duitse stad aanzoog, Alsdorf, achter Kerkro, die ongeveer ook loog wie geleen ten opzichte van de Maurits enzovoorts, tot de Engelengers, die hebben in 1942 geleen gebombardeerd.
Dan kan zich natuurlijk ook indenken aan de Maurits. Ik heb zich ook indenken dat niet alleen Gelijn bommen heeft gekregen, Summert, Spouwbeek, Bijk het centrum, om de kerk is afgebrand. Hier op de Stasjeweg zijn Zuren afgebrand. Kots op zijn zwoer bommen gevallen. Aan het spoor in Tragen is een hoes afgebrand. Die velen ook hier. En toen had je de lui in de gaten. Dit is wat de schaar waren in Gelijn. De schaar waren enorm door 84 dwaaien en 3000 lui waren dakloos. En dat zag zo een beetje uit. Dat is Gelijn. Doordat die in Gelijn voor het grootste deel dwars zijn gebleven in de kelders, gingen de lui ook anders denken over schoelen in de kelders van de Hoezer. Toen zijn ze de kelders gaan graven in de tuinen, de schoelkelders. Tegen ze met de buurt, de directe omgeving, op het einde der wat plaats zei, groven ze in een schoelkelder. En dan bij luchtalarm gingen ze allemaal de schoelkelder in. Want als het hoes gebombardeerd wordt, komt ze niet meer uit in een eigen kelder natuurlijk. Kijk, dat schoelkelder, dat schrapt er iedereen en stond pas bovenop een bomveel worden afgelopen. Maar boeit toch wel enige bescherming. En dan in december wordt de Maurits nog eens gebombardeerd door de Amerikanen. Dan zitten de koele jongeren in die wat met de schachten geblokkeerd. Dan moeten ze met de ludders van Ongerhout naar boven gaan. Aprilstaking in 1943. Hebben ze tot de mijnwerkers gaan staken. Zijn er afgevuurd en doodgeschoten, opgepakt. En ondertussen, dan landen de Amerikanen op 6 juni 1944. Gigantische landingen. Dat is een paardverhaal van de oorlog. En die rukken Jeltsin al op door Frankrijk. En hier, aan de illegale radio's, met de illegale blaadjes, volgt men dat natuurlijk. Yes, ze komen, nog even en dan zijn we er vanaf. Tot de Amerikanen in de buurt worden, dat komen ze ook al achter. Op 1 september 1944 wordt de gaasouwer in Gelijn in de brand gestoken, geschoten door de Amerikanen. Prussen deden niks, nergens en af. Alles bleef even streng of voor nog strenger. En dan kreeg ze ook dat wat ik toen straks zag van die vergunningen voor op de straat te zijn. Die koelie moesten vergunning hebben voor zoveel op straat te kunnen zijn. Auswijs. We hebben streng gecontroleerd. Tot de laatste minuut is alles, dat hele Duitse systeem is tot de laatste minuut in stand gebleven. Die Duitsers hebben daar geen concessies aan gedaan van het is toch afgelopen, laat maar gewoon. Nee, niks. Er zijn nu nog de laatste, bij wie ze spreken, de laatste oer afgevuurd. Ik sleed ik even deel 2 af. En we gaan dadelijk over naar deel 3. En deel 3 hult in de bevrijding en de tijd naar de bevrijding.